Hey, een Growlithe! Oh, we komen gewoon een Growlithe nu al tegen. Oh, dit is nice. Yo Nintendo fans en yo Rickertje Army, welkom bij een gloednieuwe video op je favoriete Nintendo kanaal. Wil jij ook bij de Rickertje Army? Druk op die abonneerknop hier beneden. Is gratis, gewoon even doen. En dan ga ik vandaag weer even lekker een Pokémon spelletje spelen met jullie. Wat vinden jullie van mijn character? Kijk deze mooie vuurogen. En dat heeft natuurlijk alles te maken dat we een Fire-type only challenge doen, waarin we dus alleen maar vuurtype Pokémon mogen gebruiken om deze game uit te spelen. We hebben tot nu toe alleen Ronald, onze score bunny. Ronald gaat ons helpen met dit avontuur. En we zijn onderweg naar de openingsceremonie. En in deze playthrough zal ik niet al te veel focussen op het verhaal, alhoewel we hier wel een Charizard zien, die we niet kunnen krijgen, want die krijgen we pas aan het einde van de game als we alles hebben uitgespeeld. Maar als je het volledige verhaal wil zien, moet je eventjes mijn volledige serie van Pokémon Sword kijken. Daar heb ik natuurlijk wel gefocust op het verhaal. We krijgen even een carcalletje. Dankjewel. Een item to be held bij Pokémon. It's a combustible few that boosts the power fire type moves. Dat is alles wat we willen. Die gaan we eens even gelijk aan Scorbunny geven dan. Dat is wel lekker. Ik wil eigenlijk meer van die Carcalls. Maar ik denk dat ik er maar eentje kan krijgen voorlopig. Hier, Carcall, give to a Pokémon. Hoppakeetje, Ronald. Lekker man. En daar zijn we. Mr. Ball Guy is ook weer van de epische partij. En natuurlijk Hoppy ook. Oh, en onze arrogante vriend is er ook weer bij. Ah, deze gast. Maar voordat we de openingsceremonie mogen gaan doen, moeten we eerst even gaan battelen tegen Team Yell. Die wil zich ook even inschrijven hier in het hotel. En die willen niet opzij. Die zitten even heel vervelend te doen. En dit soort battles worden wel een ding, jongens. Want we hebben natuurlijk maar één Pokémon. En op het moment dat we echt een super effective move op onze bakkes krijgen, hebben we gewoon een probleem. We moeten in ieder geval nu tegen een level 9 Zigzag doen. Ik ga Ember doen, want mijn fire moves die zijn natuurlijk geboost door de Carcall. Dit doet net niet genoeg pijn voor de health damage te doen. Oké, dan gaan we eens even kijken hoeveel damage Quick Attack doet. Misschien doet Quick Attack meer damage omdat het een physical attack is. Ik denk het... Ah, daar haal ik het ook net niet mee. Potverdorie. Oké, kom op. Oh nee, ik ben paralyzed. Oh nee. En ik heb zeker geen paralyzed heal. Ik denk dat ik geen paralyzed heal bij me heb, jongens. Oké. We hebben Zigzagoon in ieder geval verslagen. Zolang we maar één Pokémon hebben, blijven dit soort battles gewoon spannend, man. Oké, deze guy is verslagen. Dat is in ieder geval één. Moesten we nou nog tegen een andere guy ook? Nou, tegen zo'n meisje. Oké. De Marnie fanclub is aanwezig, jongens. En welke Pokémon ben jij? Jij hebt Nickit. Nickit moet denk ik iets makkelijker te verslaan zijn. Kijk hem huppelen. Ja, hij is nog steeds paralyzed. En dan moet ik eigenlijk gewoon Quick Attack gebruiken, want dan ben ik sowieso sneller. Ik heb nu Ember gebruikt. Dus even kijken. Nee, ik kan gewoon beter Quick Attack gebruiken. Hopen dat ik niet te vaak paralyzed ben. Tot nu toe nog in één keer paralyzed. Dus dat is wel heel nice. Oké. Tail Whip. Oké, die kan ik ook wel hebben. Kom op, nog één Quick Attack, Ronald. Oh, hij doet ook Quick Attack. Ah! Ja hoor. Quick Attackje op Nickit. Bam! Oké, Nickit is ook down. Dan gaan we sowieso naar level 12, denk ik. Eventjes kijken. Ja hoor, 75 XP. Attack gaat tot nu toe het best en speed. Dus we moeten heel erg focussen op snelheid en aanvallen. En niet zozeer op special attacks. Oh, we willen Double Kick leren. Dat is lekker tegen normal type Pokémon. Dat is helemaal top. Dan gaan we Growl gaan we weghalen. En dan is Ronald gewoon even leveltje 12, jongen. Lekker bezig, vriend. Oké. Nu wegwezen allemaal, Team Yell. Op zouten. Nou, dankjewel Hoppy voor het healen van mijn Pokémon. Helemaal top. Mogen wij ons nou even inschrijven hier in het hotel, alsjeblieft? Oh, we moeten tegen nog één. Oh ja, een duo battle samen met Hoppy. Dit is lachen. Ik vind het toch wel een leuk outfitje wat ik nu heb. Alleen die ogen. Maar ja, dat hoort nou eenmaal bij de Fire Type Only Challenge. Nu moeten we weer tegen Nickit en Zigzagoon, maar dan even een duo battle. Oké, ik ga eventjes voor Double Kick op Nickit. Nickit gaat weer voor een Quick Attack hier op Wooloo. Dus even kijken. Oh, dit is lekker. Baba Nickit. Ja, Double Kick is op dit moment wel een hele nice move. Waarschijnlijk gaan we die later wel weer weghalen. Maar voor nu is Double Kick best wel nice. Dus laten we ook maar gewoon even een Double Kick hier op Zigzagoon gooien. En dan kijken of we die ook in één keer slopen. Oh, die lopen we zelfs met één schoppie. Die hoeven we geen eens te double kicken. Die doen we gewoon even single kicken. Ja, oké. Scorbunny is wel on fire, jongens. Lekker. Yo, en daar is Marnie. Een van mijn favoriete characters in Pokémon Sword and Shield. En die zegt even dat ze moeten chillen daar zo bij Team Yell. Even rustig aan, vrienden. Weet je wat me trouwens nu pas opvalt? Dat hier al die banners van die gyms hangen. Je ziet daar de Grass Gym, je ziet de Fairy Gym, de Dragon Gym. Maar je ziet ook gewoon een banner van Team Yell. Hier, dit zijn precies de kleuren van Team Yell. We hadden hier al kunnen weten dat Team Yell ook gewoon een gym heeft. Daar ligt trouwens ook een Pokéball. We hebben hier drie Burn Heals. Kijk, dat is lekker. Ik weet überhaupt niet of Fire Pokémon geburnt kunnen worden. Vast wel, maar...
Hebben we die ook alvast in de pocket? Moeten we ook even aan deze kant kijken dan? Kijk, hier is ook een glinsterend ding. Hoppakee, een repel. En nog even een speciale pokeball meekrijgen van de ball guy. Dat is, oh, dat is gewoon een pokeball. Anyway, we gaan naar de openingsceremonie. En daar zijn natuurlijk alle gymleaders ook bij. Ik ben vooral super bang voor Nessa, jongens. Kijk, deze gaan we wel pakken. Milo, die komen we straks als allereerste tegen. Dat gaat wel lukken. Nessa, dat wordt een groot probleem. Water-Pokémon. Ja, dat wordt lastig. Dan vuur tegen vuur krijgen we met Kabu. Daar gaan we vet veel nieuwe Pokémon vangen. In die gym. Daar heb ik nu al super veel zin in. Ghost-types met Alistair. Dat wordt gewoon een normale battle, denk ik. Fairy-type-user, dat wordt ook een redelijk normale battle. Dat moet op zich misschien wel gaan lukken. IJs, dat mag eigenlijk ook niet echt een probleem zijn. Melanie krijgen we daarvoor. En dan hebben we inderdaad het draaktype. Ja, Rayo, ja. Draken zijn altijd moeilijk, jongens. En dan is er natuurlijk één gymleader die er niet is, maar we weten al wie dat is. Dat is natuurlijk de broer van Marnie. Anyway, we moeten nu naar Turfield en daarvoor moeten we naar route 3. En daar kunnen we toch wel even alvast een nieuw Pokémonnetje gaan vangen. Dat is wel lekker dat we in ieder geval een backup Pokémon gaan hebben. En we moeten daarvoor deze kant op. Hoppie staat alweer te wachten en hij wil weer een battle met ons. Oké, Hoppie. Ik wil die XP wel even pakken, Hoppie. Natuurlijk pakken wij even een dubbel kick op Zwooloo, maar Zwooloo heeft best wel aardige defense. Dat is wel lekker van Wooloo. Ja, hij overleeft het gewoon, jongen. Level 11 Wooloo. En wat gaat Wooloo dan op mij doen? Een tackeltje. Hoppa. Dat lijkt eerder op rollout gewoon. De manier waarop hij tackelt. Oh, snap. Hij geeft even een potion. Maar oké, dat is gewoon een normale potion. Ja, dat kunnen we wel. Dat kunnen we wel hebben, Hoppie. Dan had je hem even een super potion moeten geven of zo. Sorry, Wooloo. Ik vind je een hele leuke Pokémon. Maar ja, I wanna be the very best, you know? Hoppa. Ronald gaat naar level 13. En nu mogen we tegen de super cute Grookey. Die is level 14. Embertje op zijn bakkes. Ja, dat doet meer dan de health damage. Dat is nice. En he is burned. Hij doet een branch pokey op mijn bakkes. Ja, dat doet niet zo heel veel pijn. Dat is niet zo heel slim, Hoppie. Oké, dit gaat wel goed komen. Dit gaat helemaal goed komen. Ronald pakt hem aan. Krijgt nog meer XP'tjes. Want deze Pokémon is gewoon een leveltje hoger dan onze Scorbunny. En als we ook zijn volgende Pokémon verslagen, gaan we gewoon ook naar level 14. En dat is natuurlijk Rookie. Die had hij de vorige keer ook al. Die is inmiddels level 12. Laten we die maar gewoon even quick attacken. Bam! Rookie die krijgt een goede defense, zo te zien. Wij doen nog een keertje een quick attackie. Ja, misschien hebben we wel gewoon 4 moves nodig. Dan moeten we toch even op gaan passen voor deze Rookie D. Zo te zien heeft hij een goede Rookie D te pakken, die gekke Hop. Oh, nu doet hij leer. Ja, dat is minder handig, vriend. Dan doe ik nog 1 quick attackie op zijn bakkes. En dan hebben we Hoppie ook nu weer verslagen. Met 1 Pokémon, hè. Hebben we hem gewoon weer genakt, jongens. Anyway, ik wil even een nieuwe Pokémon gaan vangen op de volgende route, jongens. En dat is hier zo. Ja, die mogen we niet pakken. Die Gossifleurs. Zo heten jullie toch? Jullie zijn toch Gossifleurs? Ja, Gossifleur. En zijn evolutie is dan inderdaad Eldegoss. Die Pokémon hier zijn ook gewoon al level 14, hè. We moeten wel oppassen dat we niet te snel door de game proberen heen te gaan. Anders zijn we continu gewoon te laag level eigenlijk. Nu zijn we in hetzelfde level als deze Gossifleur. En die Gossifleur kan het ons misschien nog wel eens moeilijk gaan maken. Nou, dat valt wel mee. 2 keer een ember op de bakkes en dan is het klaar. Hoppa. Hoeveel XP krijgen we voor Gossifleur dan? 141. Dat is best wel veel. Oké, go. Hier staat een trainster op ons te wachten. Hopelijk kunnen we Ray gewoon gaan snakken. Oh, die heeft een Vulpix. Oké, vuur tegen vuur, jongens. Vulpix kunnen we geloof ik niet krijgen in Pokémon Shield. Volgens mij kan je die alleen krijgen in Pokémon Sword. En kan je in Pokémon Shield dan een Growlithe krijgen. Wie vinden jullie toffer? Growlithe? Of toch Vulpix? En trouwens, mijn vraag van de dag is: welke type zou jij kiezen als je deze challenge ging doen? Dus als je maar 1 type Pokémon mag gebruiken, welk type Pokémon zou je dan gebruiken? Zou je net als ik dan voor vuur gaan? Of zou je kiezen voor een ander type? Oh, we hebben Rayo in ieder geval verslagen. Ze had alleen maar een Vulpix. Net als dat wij alleen maar een hele mooie Scorbunny hebben. Dus even kijken of we geen last gaan krijgen van de Zigzagoons. Nee hoor. We pakken 3 Heelballs op. Dat is lekker. Hoeveel HP hebben we nog? 26. Zal ik dan maar voor de zekerheid even een potion gaan gebruiken? Je weet natuurlijk nooit waarmee deze kleine chick aankomt zetten, hè? Misschien heeft ze opeens een water-Pokémon. Dan hebben we echt een groot probleem. Schoolgirl Hannah. Ze heeft wel blauwe ogen. En ze heeft een Pancham. Nou, oké, dat scheelt. Ik vind Pancham trouwens ook superleuk, jongens. Alright. Quick attack, denk ik maar proberen gewoon. Oeh, dat doet niet heel veel damage op Pancham. Pancham doet circle throw. Ik denk dat mij wel pijn. Kijk eens. Oef. Dat doet mij zeker wel pijn. Double kick dan maar proberen. Ja, dat doet ook niet zo heel veel pijn. Oh man, deze Pancham gaat even heel lastig doen, jongens. Pancham doet nu tackle. En dan moet ik wel even een itempie gebruiken. Want als die nog een keer circle throw doet, dan heb ik een groot probleem. Oké, potion erop. Kijk, dat bedoel ik. Hij doet weer circle throw. Oh snap. Ik heb een probleem nu met Pancham, jongens.
Dat is zo'n groot nadeel als je maar één Pokémon hebt. Hij doet tackle, ja. Ik denk dat als hij nu Circle Throw doet, dat ik kapot ga. Maar ik ga maar een risicootje nemen. Ik ga Ember gebruiken. Ik ben in ieder geval sneller dan Pancham. Dat moet ik even onthouden. Hij doet nu Circle Throw. Oh, hopen dat ik nu niet down ga. Ik overleef met 5 HP. Oké, dan hebben we Pancham verslagen. Woehoehoe. Freaking Pancham, jongen. Oh, we hebben gewoon moeite met deze gekke panda. Maar we hebben hem gepakt. We gaan de level omhoog naar level 15. Oh, die speed gaat wel echt ziek hard. De attack gaat ook lekker trouwens. Oh man, Henna. Wat doe je me aan? Ik moet even terug naar het Pokécenter. Om even te healen. En misschien ga ik ook wel gelijk wat items kopen. Hey, een Growlithe. Oh, we komen gewoon een Growlithe nu al tegen. Oh, dit is nice. Oeh, die had ik niet verwacht, jongens. Ik had niet verwacht dat ik hier al een Growlithe zou tegenkomen. Ik loop gewoon heel casual zo uit het Pokécenter. Zie ik opeens een Growlithe achter me aanrennen. Oké, ik moet hem sowieso niet kapot maken. Dus ik ga gewoon voor een quick attack. Ik denk niet dat ik hem daarmee in één keer sloop. Nee, kijk, nice. We kunnen hierna nog een quick attack doen. Hij doet Flame Wheel. Dat is best wel een goede aanval, maar is natuurlijk not super effective. Not very effective zelfs op mij. Dan doe ik nog een keer een quick attack. Oeh, dit is lekker. Dit is super cool. Ik ben zo hyped dat ik gewoon nu al een Growlithe kan vangen, jongens. Oké. Ik ga een Pokéball gooien. Ik heb een Pokéball, een Great Ball en een Heal Ball. Zal ik een Heal Ball gooien? Dat is misschien wel gewoon leuk. Laat ik proberen om hem met een Heal Ball te vangen. Even kijken hoor. Bam, kom maar. 1. 2. Gaat het lukken? 3. Hebben we hem? Hebben we hem? Nee! Oh, nee! Doe even serieus. Even niet mij slopen, jongen. Ik wil hem eigenlijk niet nog een keer slaan, want ik ben bang dat ik hem dan echt gewoon sloop. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Kom op. Kom alsjeblieft in mijn healbal. Het is toch een mooie Pokéball, Growlithe. Dit is een perfect balletje om in te zitten. Kom op. Kom op. Ja! Nu hebben we hem wel. We hebben Growlithe gevangen. Ah, dit is super hype. Ik vind Growlithe echt een van de leukere Fire-type Pokémon ooit. En Arcanine. Arcanine is echt een dikke baas. Alleen, nu is de grote vraag. Naar welke YouTuber gaan we Growlithe vernoemen? Een Growlithe is extreem loyaal. Hij blaft tegen elke tegenstander om zijn trainer te beschermen. Welke YouTuber is extreem loyaal? En wie blaft er veel? Wie praat er veel? Hé, de beste vriend van Ronald is Wilbo. En Wilbo is best wel loyaal aan Ronald. Dus op zich, weet je... Wilbo! Je mag in mijn team. Ik hoop dat je een mannetjes Growlithe bent. Ik ben benieuwd. Oh, Wilbo! Is een vrouwtje. Sorry, Wilbo. Misschien dat ik deze Pokémon dan Wilba moet laten heten. Of Wilbarina of zo. Sorry, man. Ik wist het niet. Ik kon dit niet zien, volgens mij. Anyway, ik hoop dat je blij bent dat je in mijn teampje zit, Wilbo. We hebben Ronald en Wilbo. Wat gezellig. En weet je wat? Dit lijkt me gelijk een prachtig einde van deze Pokémon Shield Fire-type Only Challenge video. Zo, dat moeten we even afkorten. P-S-F... T-O-C video. Ja, dus dat. Schrijf het even hieronder in de comments, want ik ben het nu alweer vergeten. Doe even een blauw duimpje omhoog voor deze video. Abonneer op dit kanaal als je meer Pokémon en Nintendo video's wil zien. En wil je mijn live zien gamen, volg me dan zeker ook even op twitch.tv/Rickatu. Dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!